Ja, dat was hij dan weer. Don't Stop van Fleetwood Mac. En we gaan inderdaad door tot vrijdagavond, zoals gezegd. Tot in de avonduurtjes. Het wordt hier lekker druk, het wordt hier gezellig. Mocht je trouwens even kijken op RTV Slos, volgens mij staat dit op de RTV Slos. Daar staat dus de spectaculaire opening. Die staat daar ook gereed, inderdaad. En dat is gewoon live ook te zien. Dan kun je kijken wat we allemaal vanmiddag al hebben meegemaakt. Richard Veenstra die is weer in de auto gestapt, want die moest inderdaad weer werken. Maar we zitten niet alleen aan tafel, want wie hebben we hier inderdaad? Daar ben ik het naam. Nee, daar ben ik niet kwijt. Monique en Femi van heerlijkehuisjes.nl. Dames, welkom. Dankjewel. Nou, dat zijn dus heel mooi tegelijk. Heerlijkehuisjes.nl, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, heerlijkehuisjes.nl, dat zegt het op zich al. Wij verhuren heerlijke huisjes voor een heerlijk weekendje, week of voor een complete vakantie. Dat kan allemaal. En in allerlei vormen en maten. Luxe huisjes, wat minder luxe huisjes, dure huisjes, wat goedkopere huisjes. Dus voor iedereen wat wils. En in het kader daarvan hebben wij ook altijd, de laatste jaren zijn we ermee begonnen, een actie dat we zeggen van eigenlijk moet iedereen op vakantie kunnen. Ook hebben we daarom contact gezocht met Stichting Het Vergeten Kind. Dat is een stichting die zorgt voor kinderen die het echt minder hebben dan de gemiddelde kinderen, zal ik zo maar zeggen. Wij hebben gedacht van daar willen we ook wat doen. Dus eigenlijk deden we elk jaar een weekend, organiseerden we voor die kinderen. Waarbij wij dan zelf als personeel zorgden voor het eten, we zorgden voor activiteiten. De kinderen hadden samen met hun begeleiders of met hun moeders, hebben we ook een keer gehad dat de moeders meekwamen. Een heerlijk weekendje in een vakantiepark. En door omstandigheden kon dat dit jaar niet. En toen hebben we een andere actie bedacht. De stichting die geeft dit jaar een boekje uit. Onder het slogan van maak een toet waar je iets goed mee doet. Daar in dat boekje. Hey, dat is wel een hele leuke. Ja, ja, ja. Ja, dat vonden wij ook. Ja. En in dat boekje staan allemaal toetjes. Die kunnen kinderen ook maken. Kunnen ook samen met hun ouders maken. Gewoon heel leuk om te doen. Ook als je voor de kerst of zo. En wij hebben gedacht van weet je wat, we gaan dus in het boekje kijken. En kijken of we een leuk toetje kunnen vinden. Hebben we gevonden, een hartenhuis. En wij hebben drie hartenhuizen gemaakt. Waarvan we er inmiddels al twee weggegeven hebben. Eén aan de herbergier hier in Steenwijkerwold. En één aan de stichting Op Kop. Maar wij dachten van jullie hebben zo'n goede actie voor de voedselbank hier. Wij wilden jullie als medewerkers hier ook een hart onder de riem steken. En kijk, willen jullie ook zo'n huisje aan. Kijk, kan we alleen maar natuurlijk voor applaudisseren. Eerlijk is eerlijk. Ja, Dirk mag ook. Ja, nee, te laat. Je krijgt niks. Jammer. Ik zie hem daar trouwens staan. Ik zou zeggen, ik zie hier twee talenten voor heel Holland bakt. Nou, dat waren er geen twee, dat waren er toch minstens 15, denk ik. 15 ja, zelfs? Ja, we hebben vanmorgen met z'n allen, alle personeel om de beurt, met de toevoeging van nog twee mensen, Esther en Lieke, die hebben ons ook geholpen. En we hebben met z'n allen dit in elkaar gezet, want het bakken is gisteren allemaal al gebeurd. Dus het was een heel kawaii, maar we hebben erg veel plezier gehad. Maar hoe en nog steeds. Maar hoe gaat het dan in zijn werk? Want ik kan me voorstellen, als er 15 koks bezig zijn met zo'n huisje, dat er dan dat ruzie uitbreekt. Nou, dat gaat in ploegendienst. Oké, toch wel. Nou, we hebben gisteren dus zijn alle cakes gebakken. Het is van cake gemaakt en van cupcakes. En toen hebben we allemaal al de voorbereidingen getroffen thuis. En vanmorgen op het werk hebben we dus drie ploegen ingesteld die achter elkaar aan dus de huisjes gemaakt hebben. Iedere ploeg heeft één huisje gemaakt. En, dat is toch ontzettend leuk? Ja, het was echt heel leuk. Ja, ja, kan we dachten.